Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minneboo en het is vandaag donderdag 29 april 2021. Dit wordt waarschijnlijk een beetje een rommelvlog, maar ik zette Instagram aan en ik zag deze gave post van Kikker. En ik dacht, wauw, dat ziet er mooi uit, die cover. En ik denk, wat is dit dan voor comic? En dan schrijft hij eronder: The marked may look like cool young influencers, but beneath the designer clothes their bodies are tattooed with the magical glyphs of an ancient order that secretly protects the world against evil forces. This is issue 9, the Brian Haberlin Virgin variant. Ja, het is inderdaad een mooie cover, maar volgens mij is Brian Haberlin ook de man die een tijd lang aan Spawn heeft gewerkt samen met Todd McFarlane. Ik vind het een mooie getekende cover. Maar soms zie je dingen op Instagram en dan denk ik, nou, ik moet even de OBS aanzetten. Ik wil even de OBS aanzetten. Om gewoon even met jullie contact te hebben en even te praten en dingen te laten zien eigenlijk vooral. Die ik dan op Instagram zie, die ik gewoon graag met je deel. Bijvoorbeeld deze miniserie, deze limited serie, Kitty Pryde en Wolverine. Deze heb ik nog ergens in de kast staan. Niet dit exemplaar, maar in de comics waar die oorspronkelijk in gepubliceerd is. En het is van Al Milgram, heeft het in ieder geval getekend, weet ik. Ik was toen niet zo erg blij met de tekenstijl, maar ik vind het toch wel een hele gaaf cover dit. En Kitty Pryde en Wolverine, hun relatie was toen heel erg interessant. Dus dat is zeker een comic om weer op te pakken. Over comics gesproken, ik kijk altijd uit naar wanneer Cheap Comics weer nieuwe comics online zetten. Toen ze tegenwoordig 1 keer per maand. En omdat mijn verjaardag voor de deur staat, heb ik altijd dan zin om mezelf een doos vol met comics te trakteren. Maar ik wacht op bepaalde uitgaven al een tijdje. En die komen maar niet uit. Die komen maar niet in de winkel. Welke nou, denk je, welke wil je dan onder andere hebben? Nou, ik hoorde dat deze binnenkort uitkomt. Die Untold Tales of Spider-Man Omnibus. Ik heb nu even bol.com neergezet, want daar is hij binnenkort beschikbaar. En dat zijn hele leuke verhalen van Kurt Busiek, onder andere. Leuk getekend ook. Ik heb daar wel een trade van in de kast staan, maar dat is niet compleet. En dit is alles. En ook een paar deeltjes Amazing Fantasy die na Amazing Fantasy 15 afspelen. Dus 16, 17 en 18 geloof ik. En nog een paar andere dingen. Dus dit is volgens mij een hele gave omnibus om te hebben. En ik dacht dat die eind april wel eens een beetje uit zou komen. En dat klopt ook. In Amerika is hij al uit, maar hier nog eventjes niet. Dus hij komt ergens in mei uit. En daarom heeft Cheap hem natuurlijk ook nog niet. Want daar zat ik eigenlijk op te wachten. En er zijn nog wel een paar andere comics, bepaalde epics van Spider-Man die ik graag zou willen hebben. Die zijn dan opeens out of print. Footsie dus. En ja, dat is gewoon best balen. Even kijken hoor, dat is dan net niet wat we hier hebben. Er is al heel veel Spider-Man wat ik heb. Maar niet alles. En deze bijvoorbeeld is heel erg leuk. Symbiote Spider-Man. Nou, daar komt binnenkort weer King in Black deeltjes van. Nou, misschien is dat ook wel heel erg leuk. En Chip Zdarsky is begonnen aan een what-if verhaal over Spider-Man. Dat hij toch zijn alien kostuum niet afstaat. En er is al een keer een what-if verhaal over geweest. Maar ja, als Chip Zdarsky dat gaat schrijven, dan wil ik dat wel lezen. Het eerste deel was oké. Nog niet super, maar was wel interessant. En ik wil natuurlijk uiteindelijk de trade hebben. En eigenlijk wil ik gewoon deze heel graag weer lezen van Nick Spencer. Maar ik weet dat hierna nog een deeltje komt en dan is het verhaal zo'n beetje klaar. Dus ja, dan is het iedere keer een beetje wachten. Koop je het wel, koop je het niet. En je moet ook niet te lang wachten, want voordat je het weet is het out of print. Want er zijn gewoon wat printproblemen lijkt wel. Dingen zijn heel snel out of print tegenwoordig. Dit viewer laat heel veel Buffy the Vampire Slayer covers zien. Dat zijn veel fotocovers. Niet allemaal even scherp, helaas, de foto's. Maar het zijn wel leuke covers. En ik kan altijd erg genieten van Sunimation 5. Dat is ook een Nederlandse vlogster. Die in het Engels vlogt trouwens heel goed. En die combineert dan allerlei dingen met elkaar. Dus muziek hier van Iron Maiden en Tomb Raider. En ze had gisteren, wat had ze ook weer, Sanne? Laten we even kijken. Zoals ik zei, dit is een beetje een alles wat vlog. Ja, er staat Guns N' Roses en Birds of Prey. En ik vind dat echt zo grappig, want ik hou ook van Guns N' Roses. Ik kan er wel naar luisteren, ik vind het leuk. En ik vind het heel leuk hoe dit dan weer online ontstaat, weet je wel. En hoe mensen dus dingen bij elkaar zoeken en dingen laten zien wat ze leuk vinden. En wat hun passie is en wat ze mooi vinden. You wanted the best? Well, they didn't fucking make it. From Hollywood Guns N' Roses. Yeah, I know, dat kan ik me nog herinneren. I love the dude in the beginning of the Use Your Illusion Tour announcing Guns N' Roses was about to take the stage. Het is gewoon, die gasten hebben toch wel heel wat zelfsport. En moet je dat haar zien, dat is gewoon fantastisch. Dit zijn echt leuke dingen. Dus eigenlijk laat ik mezelf een beetje op, 's ochtends ook, als ik aan het werk moet. Door naar Instagrammetjes te kijken. Dit ging over King's Day met Donna Summer. En de X-Men en Caliban. Ik vind het wel, ja, ik vind Dark Side of the Moon. Het zijn leuke dingen, jongens. Vooral doorgaan. Apollonia 6. Kijk, dit is een toffe. Ik heb deze nog niet eens gezien. Totally in my element again when I decided to bring out my records again. At a super awesome honoring Prince musicology stream yesterday. Oh, wat leuk. Dat heb ik dan ook gemist. Maar goed, ik kan niet alles kijken. Er moet ook gewerkt worden en zelfs vlogs opgenomen worden. Currently jamming to Blue Limousine. My favorite Apollonia 6 song after Sex Shooter, of course. Ja, Sex Shooter is gaaf. Along with some X-Men 67 for Dutch Comic of the Day. Kijk, nou goed. Heel erg leuk. En die heeft ze dan van Koen gekregen. Dat is ook grappig, zeg. Apollonia heb ik ooit ontmoet. Ik zal binnenkort eens de foto gaan opsnorren van onze ontmoeting. Nou, dit zijn toffe dingen. Dat Prince is natuurlijk 21 april. Ja, is het 5 jaar geleden dat hij ons ontvallen is. Perry Evil. Ja, ik zeg Evil, maar het is Evil natuurlijk. Die maakt hele leuke foto's. Die hebben we al eerder voorbij zien komen in een vlog als deze. Even kijken of ik... deze vind ik altijd... Dit vind ik een mooie cover. En deze hebben we al een keer behandeld in een vlog, weet ik nog. En dan dit soort dingetjes erbij. Ik kan dat erg waarderen. Een beetje tongue-in-cheek omgaan met je comic collectie. Dan ben je lekker bezig. En de Defenders. Maar ik ben nu heel erg veel Avengers aan het lezen. En ik ga vandaag Avengers 200 ga ik lezen. Dat is een berucht nummer waarin Captain Marvel... Miss Marvel moet ik zeggen. Oh, dat wordt later Captain Marvel. Bevalt van haar toekomstige vriend. Het is een beetje vaag. Het is in ieder geval een berucht nummer. Ik moet het nog even lezen. Dus misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd. Maar oh, dit is ook een mooie, zeg. Er zijn zoveel gave comics die ik nog wil lezen. En comics die ik wil herlezen. Dat ik af en toe... Ja, wordt het me gewoon een beetje te veel of zo. Ken je dat? Het gevoel dat je gewoon zoveel... Ja, er is zoveel moois uitgekomen. En ik denk, waar haal ik al die tijd vandaan? Ik krijg er bijna stress van. Zo erg is het. Dat ik denk van, wauw man, ik wil het allemaal zien. Ik wil het allemaal lezen. Het is eigenlijk jammer dat we moeten werken. Mooie Spider-Man covers hier. En je kan natuurlijk heel erg genieten van andermans verzameling. Ik wel in ieder geval. Gewoon naar die covers kijken. En als het comics zijn die ik zelf al heb, denk ik, oh ja, die cover ziet er zo gaaf uit. En dan trek ik hem weer uit de kast. Want ik was laatst uitgenodigd door Kikker Comics. Dat wil ik je toch nog even laten zien. Om mee te doen met de hashtag Coffee and a Random Pool. En dat betekent eigenlijk dus dat je een kop koffie laat zien. En een willekeurige comic uit je verzameling trekt en laat zien. Nou, ik heb daar een vlog voor gemaakt. Die staat op Amsterdam Comic Geek en op mijn Instagram. Als je dat interessant vindt. Ik vind het wel, dat soort dingen zijn eigenlijk een beetje... Gek en belachelijk, maar ook wel heel erg leuk om te doen. En het schept een band. Dit was een mooie post ook van Animated. Want kennelijk was het 28 april Masters of the Universe Day. In 1987 heeft de burgemeester van Los Angeles in ieder geval die dag uitgeroepen tot Masters of the Universe Day. En daarom heeft hij... Dit was een speciale post. First up is de... 2020 PowerCon exclusive Lords of Power set, which for those who don't know was the working title for the brand until it was changed to Masters of the Universe. Ik denk, ze maken zoveel werk tegenwoordig van hun posts. Je hebt toch helemaal, je moet het uitlichten en decoortjes hebben en zo. En dat vind ik toch wel, ja, ik vind het heel erg inspirerend. Ik zou het niet zo snel zelf doen, want ik ben meer een vlogger. Maar net zoals de superdupe 666 die ik laatst liet zien op Amsterdam Comic Geek voor World Book Day. Ja, Weet je wel, dat is gewoon... die maakte ook hele gave foto's van action figures en zo. En dit is... Deze laat ik nog eventjes zien. Super Marcel World, die laat zichzelf zien van toen hij jong was. Toen was hij al een cosplayer. Maar Super Marcel World is wel interessant. Want die heeft ook een keer gecosplayed als Pinhead, weet ik, op de Comic-Con. En hij doet recensies op YouTube. Mocht je dat willen kijken in het Engels. Hé, dat is leuk. De Lost Boys trilogie. Vooral omdat ik alleen maar de eerste heb gezien. Dus dat is wel interessant om ook in te duiken. Zie je wel, het is echt als geek ben je gewoon nooit uit... Ja, uit ontdekt eigenlijk. En dat is het, maakt het zo leuk om een geek te zijn. Maar goed, ik kan natuurlijk net zijn Pinhead foto niet vinden. Dat is jammer. Maar hij heeft echt een hele gave cosplay gedaan als Pinhead. Dat je echt denkt van wow. Weet je wel. Dat lijkt net, dit is net echt Pinhead. Oh, dit is ook gaaf zeg. Peter Parker, deze heb ik natuurlijk ook. En er is ooit een Tombstone volume verschenen. Een trade paperback. Die hebben ze nooit afgemaakt bij Marvel. Dus volume 1 hebben ze uitgebracht. Het verhaal is niet helemaal klaar. Volume 2 is nog nooit verschenen. Dat is heel jammer. Ik heb ze natuurlijk wel in het Nederlands. Maar toch. Weet je wel. Nee, ik denk niet dat we Marcel's Pinhead gaan zien. Dat krijg je ervan. Als je gewoon de camera aanzet. En, maar dit zijn allemaal tips eigenlijk. Van mensen die je kunt volgen op Instagram. In ieder geval die ik met veel plezier volg. Er zijn nog zoveel Spider-Man comics ook, waar ik een vlog over zou kunnen maken. Ja, dat ga ik ook zeker nog doen. Voorlopig stoppen we nog niet. Maar dit is echt wel leuk. Spider-Man klassiek. Las je dat vroeger? Ik vond het toen heel leuk om bepaalde verhalen eindelijk te kunnen lezen. Waar jarenlang naar gerefereerd was. En dan nu voor het eerst kon je dan ook echt lezen hoe het gegaan was toen de tijd. Even kijken, waar kunnen we mee eindigen? We eindigen gewoon hiermee. Want ik praat alweer te lang. Before the Coffin is iemand die ik recent heb ontdekt. En die doet dus van dat soort mooie ouderwetse ja, Addams Family houses eigenlijk. Ik hou daar erg van. In New England staan ze veel. In Amerika in ieder geval. Jij kent die architectuur meteen. En volgens mij is ze een mortician ook. Dus ze werkt in een mortuarium. En ik hou al van dit soort Halloween-esque Instagram-accounts. Want ja, de dood blijft een fascinerend onderwerp. We krijgen er allemaal mee te maken en iedereen gaat er anders mee om. En zij is dan een... Oh, ze heeft hier een vampire. Drusilla. Oh, wow, dat is een Drusilla-cosplay. Dat is nice. Drusilla was een van de bad guys van Buffy the Vampire Slayer. De actrice heet Landau van de achternaam. En zij is weer de dochter van de beroemde Landau. Die ook in Ed Wood speelt. En een heleboel andere films heeft gedaan. Het is een beetje Halloween. Het is een beetje ja, cosplay. Het is een beetje sexy. Ik vind het wel een leuk account. Maar ik heb er nog niet heel erg in verdiept, merk ik. Want ik zie dus allemaal verrassende dingen. Maar dit soort huizen vind ik gewoon heel erg grappig. Ik hou erg van Halloween. Anyway, tot zover de chaos vlog van donderdag 29 april. Dankjewel voor het kijken als je tot zover bent gekomen. En heb een goede dag. En we mogen weer op terrasjes zitten tegenwoordig. Het weer is er nog niet naar, maar dat zal wel weer goed komen. Dus hopelijk zien we elkaar binnenkort een keer op een terrasje. En op naar de volgende vlog.